Hallo, daar ben ik weer. Dit is even wat anders. Ja, dat klopt. Ik heb eventjes een site opgezocht. En hier staan heel veel tekstjes die je gewoon gratis kan downloaden. Bijvoorbeeld Metal. En als het goed is, gaat hij die nu even voor mij laden. En dan zie je hier de verschillende metals staan. De meeste zijn volstrekt onbruikbaar. Dit is dus één manier waarop je shaders kan oppikken. Dit is dus niet alleen een color map, hè. Hier zit een bump map of een normal map of weet ik veel wat voor maps zitten daarin. Dat zijn allemaal eigenschappen van één materiaal. Wat je natuurlijk ook kan doen, is gewoon gaan zoeken naar bijvoorbeeld bolted steel texture. Nou, en dan krijg je hier natuurlijk allemaal textures te zien. Je klikt op images. Deze ziet er wel erg mooi uit. PSD dude. Nou, die is mooi en er staat zelfs bij dat hij seamless is, dus naadloos. Dit soort dingen die zijn heel erg dankbaar, maar hoe meer slagschaduw erin zit, hoe lastiger het wordt om als texture te gebruiken. Deze ziet er ook mooi uit, et cetera, et cetera. Pak zoveel mogelijk vierkante textures. Dus als ik hier naartoe ga, dan opent zich dit op. Even kijken, 600 bij 600. Is een beetje klein, maar ik zeg hier open image in new tab en ik ga hem gewoon downloaden. Nou, save as, et cetera, et cetera. Zorg ervoor dat alles natuurlijk in je texture folder staat. Je texture folder die je in Cinema heel duidelijk hebt aangegeven bij de preferences, dat hij dat moet terugvinden op dat pad. Dus dan ga je naar preferences, files, paths. En hier in file assets, niet in databases, maar in file assets, kan je een pad aanmaken, add folder. Dan verwijs je hem naar bijvoorbeeld een tekstfolder in een bepaalde map. Dan zoekt hij daar altijd naar je textures. Wat je hier rood ziet staan, dat zijn oude mappen van mij die vroeger op mijn harde schijf hebben gestaan, maar nu niet meer. Dus die is die kwijtgeraakt. Dus hij zet ze nu rood en hij deactiveert ze. Dat doet hij automatisch. Dit is heel belangrijk, want als je al je textures iedere keer moet opzoeken, dat is heel veel werk en het slaat eigenlijk nergens op. Goed, ik pak het eerste materiaal er maar even bij. New material. Nou, dan ga ik eventjes mijn materiaal openen. Dubbelklik. En ik laat de reflectance dit keer aanstaan. Ik ga gewoon even in de color map op zoek naar mijn texture. En dat is een platte texture. Dus ik ga op deze manier zoeken. En dan vraag ik even. Nou ja, kijk, weet je, ik heb zulke goede titels allemaal. Dus eens even kijken. Kijk hier. Old painted metal. En metal panel. En ik heb hier geloof ik nog bolted nummer 01. Want ik heb hem gewoon opnieuw benoemd, hè. Dit is dus prima, maar dit zal er altijd plat uit blijven zien, want het is alleen een color map. Bij die shaders die je er net kon ophalen, krijg je een hele serie. En die heet bijvoorbeeld Bump of Normal. En dan zie je bij welk channel je dat eraan moet koppelen. Dat is heel belangrijk. Nou, ik ga nu even, ik hou het heel simpel. Dus ik ga dit nu eventjes doen en ik maak even de hole maak ik zichtbaar. En dan plak ik gewoon mijn texture aan het 3D-object of het NURBS-object. En dan zie je dat hij de texture maar één keer eroverheen plakt. Nou, dat ziet er niet uit. Ja, want hij plakt hem één keer rondom en van de ene kant naar de andere kant. Hoe pas ik dat aan? Dat kan op verschillende manieren. Ik laat het je op een eenvoudige manier zien in de texture tag. De texture tag die vertelt uiteindelijk hoe deze texture, dit behangetje, aan dit object hangt.
Als ik hem aanklik, dan zie ik hier een hele hoop bla bla bla, UVW-mapping. Die heb ik automatisch bij NURBS-objecten. Dat is heel erg handig, want dan hoef je niet de UVW unwrappen. En ik kan hem nu gewoon een aantal keren repeteren. Nou, ik weet dat bijvoorbeeld die platen eromheen, dat waren er 10. Dus ik doe hem 10 keer. Dan krijg je allemaal van die rare streepjes, want er zit van hier tot daar nog steeds 1 keer eraan vast. Nou, zullen we daar dan maar gewoon 20 van maken? En dan gaat de telefoon, en dat knip ik er natuurlijk niet uit, want ik ga niet overnieuw beginnen. Hey, nog één dingetje. Weet je nog van die phone breaks die ik hier heb gedaan? Dat hangt aan dit dingetje af, die phone tag. Als ik nou hier mooie panelen wil hebben, dan sloop ik dat er dus gewoon uit. Poink, kijk. Nou wordt hij lekker blokkerig, maar wel op de juiste plekken.